Dat Erik ten Hag een trainer is die van hard trainen houdt, dat wisten ze al in Utrecht. En ook in Amsterdam komen ze daar nu steeds meer achter. Waar voorheen één keer per dag getraind werd, wordt nu twee keer per dag getraind hier in Amsterdam. En ook wordt er van de spelers verwacht dat ze langer en meer op de club aanwezig zijn. Hun willen toch iets bereiken. Hun willen toch de beste worden. En dat moeten ze in het team doen, dat is dus met Ajax. Maar ook voor hunzelf. Hun willen naar de top. Ik denk alles bij Ajax kun je dat zeggen, dat hier een aantal spelers zijn die voorbestemd zijn om de top te kunnen halen. Maar het is wel een keuze van hunzelf of ze het wel of niet doen. En dat betekent dat je topsporter bij 24/7. En daar ben je niet, denk ik, van 9 tot 1 en dan klaar. En dat is, het is een dagbesteding. En dat betekent dus van dat je wakker wordt totdat je naar bed gaat. En een goede nachtrust hoort er ook bij. En dat je bezig bent om met investeren. Dan over het voetbal wat onder Ten Hag op de mat gelegd wordt. Dat is niet heel veel beter dan onder zijn voorganger Marcel Keizer. Met name defensief oogde het de afgelopen wedstrijden nogal kwetsbaar. 4 tegendoelpunten in de laatste 3 wedstrijden. Dus Ten Hag die gaat maatregelen nemen. We spelen inderdaad misschien wat frivoler. Nou, dat moeten we dus wat meer in balans brengen. Met name de compactheid, die verloren we in het laatste half uur tegen FC Twente. En ja, dat is wel een punt van aandacht. En dat wel met elkaar in balans moet blijven. Een minder frivol Ajax kunnen we dus verwachten komend weekend tegen PEC. Een Ajax ook zonder Nick Viergever nog. De verdediger is sinds november uitgeschakeld met een blessure. Is op de weg terug, traint alweer mee met de selectie. Maar dus nog niet fit genoeg om zondag af te reizen naar Zwolle.